Epoch Magazine nummer 9. Net verschenen. Dit is het derde van een reeks die bij elkaar hoort. Na de nummers over Neo-Nederland en Nee-DDR-land volgt dit nummer, waarin we de hele actualiteit over het coronavirus en het machtsvirus naar een niveau hoger tillen. De vraag over onszelf en de wereld. Kortom, de vraag naar ons paradijs. Het paradijs is van oudsher de plek die ons beschermt tegen natuurkracht, maar ook tegen staatsmacht. De twee grootmachten waar we in onze tijd mee te maken hebben. In dit nummer keren we onder andere met documentairemaker Marijn Poels terug naar Eden. De titel van zijn derde deel van de trilogie over klimaat, natuur en mens. En dat verschijnt ook in september. Daarnaast staan er essays in over landschap, de tuin en het paradijs van auteurs als onder andere David Engels, Oswald Spengler, Erik van Goor, mijzelf en vele anderen. De criminalisering van de burger door natuur- en staatsgeweld te gebruiken werpt ons terug op onszelf. En dat doen we in stijl. Met een van de mooiste, zo niet het mooiste en een van de meest relevante en actuele Epoch-nummers die we tot nu toe gemaakt hebben. Wie zich nu abonneert op Epoch, begint niet alleen met dit nummer, maar ontvangt daarbij gratis onze heruitgegeven klassieker Het Paradijs op Aarde. Van Henri Baudet, inderdaad, de grootvader van. Een schitterend boek over dezelfde thematiek, verschenen in hard, half linnen kaft met leeslint. En dat is een echt pareltje. Nou zeg, dat is leuk dat ik er weer ben. Goedemorgen, middag, avond, elk moment van de dag is eigenlijk super geschikt om hier naar te kijken. Dat weten jullie al, maar ik herinner je nog even aan. Je kunt hem ook een paar keer kijken. De witte man moet dood. Hier heb je een bos bloemen. Nederland. Waar gaan we het over hebben? Ik wil in de week van de Prinsjesdag, natuurlijk de algemene politieke beschouwingen, het niet daarover hebben. Dat is natuurlijk wel verleidelijk, maar de beelden spreken voor zich. Er is natuurlijk niks nieuws onder de zon. We hebben één partij in Nederland en wat oppositie en dat komt nooit meer bij elkaar, zullen we maar zeggen. In ieder geval zijn er ook andere dingen die misschien veelzeggender zijn of die onze aandacht misschien nog wat langer nodig hebben dan 2-3 dagen ophef. En dat is de zaak Aquazie, OM, Kikak Zwarte Piet, Clarice Kagaard, hoe heet ze ook weer? Kagaard. Hoe heet die mits? Marie Antoinette, oké. In de zaak Aquazie speelde het voorwaardelijke CEPO naar aanleiding van zijn uitspraken op de Dam, ik meen in juni van dit jaar. Waarbij hij, ik heb de beelden nog even teruggekeken, laten we samen ook nog even kijken wat hij daar gezegd heeft. Het is tijd voor een zwarte privilege. Oké? We are not our ancestors, we will fuck you up! Fuck you up! Dit is een nieuwe fase, man. Hou je niet meer fucking in! Hou je niet meer in! Wees niet beleefd! Luister! Je bent niet alleen, we zijn met z'n allen. Kijk hier! Zwarte Piet kan dit jaar niet meer overleven, besef je dat? Excuse me, what? We hebben fucking Zwarte Piet! Snap je? Zwarte Piet gaat daar zijn horen moeten straks. Besef je? Op het moment dat in november dat ik een Zwarte Piet zie, ik trap hoogst persoonlijk op zijn gezicht. Ik geloof niet in de Nederlandse staat van politiek, maar de politiek lijkt niet op mij! Ik ben aan het koken, want er is geen tijd meer om te praten. We kunnen niet meer praten, man. Tijd van politie houdt je aan. En als je niet je handen op het dashboard legt, heb je een probleem. Fuck de politie! Het zijn niet mijn woorden, maar wat? Fuck de politie! Kijk aan, racisme is er zeker in Nederland. Neem risico's! Dus als ik het goed begrijp, zijn we de fase van praten voorbij. Ja? De slaveneigenaren in Nederland moet je eigenlijk gewoon niet meer met woorden willen overtuigen. Ik kan me niet voorstellen dat het heel veel met huidskleur te maken heeft om daarbij te komen staan. Volgens mij heeft het meer te maken met een vreselijk karakter. Er zijn rond de zaak van Aquazie en het OM en de spelers eromheen eigenlijk 2 of misschien 3 dingen... Laten we het houden op 3 dingen. 3 dingen aan de hand. Oké? Okay? Ten eerste, even in willekeurige volgorde, het is niet een opbouw, maar het is wat me te binnen schiet. De eerste is dat we te maken hebben met een media wat heel erg 2-dimensionaal denkt. Dus als journalisten van de NOS,
zo mag je ze eigenlijk niet eens noemen, laten we zeggen, gewoon de typgeiten van de NOS, de stagiaires die daar altijd zitten, als vertolkers van het 2D-denken. Dus ze zijn heel erg getraind in het herkennen van bepaalde termen. Dus je hebt het woord racisme, of je hebt het woord fascisme, of nationalisme, of... En op het moment dat ze dat woord horen, dan gaat er ping een lampje aan en dan komt er rotter een soort van kant-en-klare magnetron-oordeel uit. En dus als het over antiracisme gaat, kan dat nooit iets slechts zijn voor mensen die 2D denken. Dus dat zwart-wit denken, dus voor, achter, hoog, laag, dat is eigenlijk de grens van het denkvermogen van journalisten in Nederland. Kijk, het feit dat er mensen zo heel erg kwaad werden over dat CPO is omdat het rechtsgevoel is aangetast. En het rechtsgevoel, dat zit in 3D, in de driedimensionale ruimte van ons wezen. Dus als jij iets ziet gebeuren op straat of je hebt gehoord van iemand of er zijn heel veel voorbeelden bij jezelf te noemen, denk ik, van momenten dat je het gevoel had, hier klopt iets niet, dit is onrecht. De media kunnen niet daadwerkelijk kijken naar de feiten. Letterlijk niet. Ik denk niet dat het registreert, letterlijk niet. Ze lezen alleen antiracisme, ze lezen alleen het openbaar strijd daartegen en ze lezen alleen maar dat, of ze zien alleen maar dat Aquasi, Aquarium, weet ik veel die heet, een zwarte man is. Dus moet 112 zijn, dus is dit een goede zaak voor Nederland en de wereld. Dus mogen we niet zeggen dat hier sprake is van belangenverstrengeling, van partijdigheid, van het in gevaar brengen van de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Dat soort analyses, daar komen ze helemaal niet aan toe. Want dan zou je dus los moeten komen van het frame. Het tweede ding wat aan de hand is in deze kwestie, rond deze kwestie, is dat het OM en de rechterlijke macht, ook trouwens, dus de hele rechtspraak, al veel langer dan deze week helemaal dronken is van cultuurrelativisme. Dat leerde ik al eigenlijk in mijn studieboeken, bij mijn studierechten, dat ik dacht, oké, criminologie was een en al een soort van lofzang op het verbeteren van de mens die toch echt niet, absoluut niet uit zichzelf in staat zou zijn om erge dingen te doen. Dat moest toch wel aan de samenleving liggen. En als we maar met heel veel reclassering en taakstraffen en waarschuwingen en en toen stroomden de gevangenissen leeg. En nu zitten we dus met de mensen die daarin zouden moeten zitten, die staan nu op de dam. Het Aquasi-CEPO moest een gedicteerde mening gaan worden in de media. Een slippertje, zeg maar. De aangiftes moesten een beetje zo eruit gewerkt worden, zonder dat mensen er heel erg veel op zouden letten. Dankzij een oplettende twitteraar, of ik weet niet precies welke het was, Vizier op Links geloof ik, een anoniem account, die heeft toen de boel naar buiten gebracht over wie die officier was. Jacobine Vreekamp zat aan tafel met mensen die witte mensen haten. Het echte systeemracisme wat zich nu in rap tempo ontwikkelt binnen onze instituten, zit aan de kant van het antiracisme van Gloria Wekker, van Clarice Marie Antoinette, van Aquasi, van Mitchell Azayas, van alle mensen, dus bij B1, Sylvana Simons, die niet alleen niet vervolgd worden, want je kunt nog afvragen of dat zin heeft, of dat moet enzovoort, en ga alsjeblieft strijd met woorden, is ook altijd mijn punt. Maar ze worden niet alleen niet vervolgd, ze krijgen prijzen. Gloria Wekker krijgt prijzen, Marie Antoinette krijgt prijzen, Aquasi krijgt prijzen, omdat ze zo strijdbaar zijn. Alsof het ook een soort vrijspraak is of zo. Oh, je bent vrijgesproken door deze vreselijke aantijgingen van rechtsextremisten in de media dat jij iets verkeerd hebt gedaan. Hier, een prijs. Je zou bijna gaan denken, welk belang speelt hier om deze mensen het hand boven het hoofd te houden? Wat is de relatie tussen extreem links, onze overheid en het grootbedrijf? Want we zien ook namelijk dat het meldpunt in Amsterdam samenwerkt met Allen en Overy. Dat is een vreemde samenwerking, want dat is een fusie- en overnamekantoor. Wat moet Allen en Overy nou met aangiftes van allerlei kwetswoorden? Dat is helemaal niet hun expertise. We gaan pro bono mensen als Clarice Marie Antoinette helpen in hun zaak tegen Facebook-ridders. Wij doen fusies en overnames, maar heeft iemand jou beledigd met een kwetsend woord? Zeg nou, dan laten wij al ons werk vallen. Dan gaan we jou pro bono tot aan de Hoge Raad, tot aan het College voor de Rechten van de Mens, gaan we jou helpen om jou gelijk te krijgen. Want dat is helemaal wat wij doen. Not. No, you don't.
De relaties tussen linksactivisme en het grootbedrijf liggen eigenlijk heel erg op straat. En het is heel erg belangrijk dat we daar heel erg veel aandacht aan gaan besteden. Toen zij uit de lijst wilde worden gehaald van de NCTV, dus terrorisme in beeld, is dat of zo? Ik weet niet precies. Daar stonden ze hadden ze een bepaald dreigingsniveau gekregen een paar jaar geleden. Daar werden ze van afgehaald. Het is zo vervelend dat ze verkeerd begrepen worden. Kijk, wij prediken geweld en verdeeldheid en polarisatie. Maar we hebben een goed doel. Oké? Haal ons van die lijst nu. Terstond. Komt er eigenlijk na de woordenkunstenaar, de messenkunstenaar, de wapenkunstenaar? Ik ben heel erg benieuwd hoeveel kunst er eigenlijk mogelijk is met zoveel geweldsfantasieën. Want op een gegeven moment is de kunst natuurlijk dat er iemand dan dood is, toch? Of een paar mensen. Is dat ook kunst? Ik vind kunst wel heel erg ver opgerekt wordt, hoor. Ik weet niet of ik dat ook nog mag zeggen. Dat schijnt heel complotterig te zijn. Maar ze krijgen ook geld van de Open Society Foundation. Van George Soros. Nou, maar misschien moet ik dat er maar uitknippen. Want als je dat zegt, weet ik wel heel erg ver heen. Dat je dat denkt dat er... Ik bedoel, dat er mensen zijn die geld geven aan zulke mensen om ons allemaal bezig te houden met andere dingen dan waar we bezig mee zouden moeten zijn. Wie zou dat dan willen? Ik voel hem ergens wel in mijn hoofd, maar ik kom er gewoon niet op. Tot slot het derde ding wat er aan de hand is. En dan ga ik zelf wel even in op de inhoud van de... Wat is dit eigenlijk? De inhoud van de kwestie. En dat is dat er niet alleen een schijn van partijdigheid is bij Jacobien Vreekamp. Maar dat die partijdigheid als het ware bij je op schoot komt zitten. En het dan ontkent. Ik vind het echt een schande dat het OM en de rechtspraak in zijn geheel een klimaat schept. En een situatie rechtvaardigt waarin duidelijk de raciale verhoudingen in Nederland enorm verslechteren in rap tempo. Waarbij een hele organisatie van mensen eromheen, van hoogleraren Tom Zwart tot Ellen Overies, tot andere KOZP, gesubsidieerde Urban Cookie Collective, weet ik hoe ze heten, clubjes gesubsidieerd en al, mee mogen werken aan een verdere neergang, een teloorgang van de harmonie en de tolerantie die in Nederland er gewoon was. Niet perfect, niet volmaakt, niet af, nooit, maar in ieder geval beter dan 99% van alle andere landen in de wereld. En dat er mensen werken in onze instituten die helemaal niet van plan zijn om hiermee te stoppen. Waar eindigt dit? Dit is een gevaarlijke situatie geworden. En bovendien zou ik willen zeggen, het is persoonlijk geworden voor mij. Er staat een schietschijf op mijn rug op het moment dat ik me elke keer moet verdedigen tegen deze racisten. Ik ben niet met mijn huidskleur een dader voor deze mensen, oké? Of voor het OM. En ik ben niet gediend van dit soort media sabotage van het narratief. Er is niemand meer in het establishment. Ook zelfs Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben het volgens mij over systemisch racisme gehad. En dat is dan niet het systemische racisme wat ik net beschreef. Hè, vanuit deze clubjes. Wie gaat wel dit tegenwicht bieden aan dit narratief? Dat moet echt omgedraaid worden. De tijdgeest moet echt omdraaien. En ik denk namelijk dat heel veel mensen, dat heel veel minderheden hier helemaal niet op zitten te wachten. Nog een kleine toegift. Hier zien we Clarice Marie Antoinette bij de Klemmer. Waar je ze advies geeft over hoe je omgaat met kritiek. Ik krijg best wel veel negativiteit online. Ik denk dat het ook een beetje negativiteit wordt. Dat iedereen dat wel herkennen in meer of minder mate. Ik denk dat het belangrijk is om te onthouden dat het niet over jou gaat. Dat als jij weet wie jij bent, dat het niet uitmaakt wat een ander tegen jou over jou zegt. De witte man zit achter mij aan en een Ovary. Help mij. Totale airhead. Ik weet niet of u haar columns kent, maar ze kan ook echt helemaal niet schrijven. En ze heeft helemaal geen enkele boodschap, behalve dat ze een hele belangrijke boodschap heeft. Niet zoals haar vader was, hè? Want die was een beetje een soort mensen aan het... Nou ja, niet, dat liep niet zo heel goed af daar, geloof ik, met de mensen waar haar vader mee te maken had. In Liberia. Maar Nederland, dat is pas erg. Hier, nou ja... De krijgsheren die hier natuurlijk rondlopen in de vorm van Johan Derksen en zo. Daar moet je natuurlijk sowieso super bang voor zijn. Ik denk dat het heel goed is dat we de ballenbak van extreem links eigenlijk een beetje uitpluizen. En kijken wie er allemaal onder zitten.
die er allemaal met elkaar aan de vergadertafel helemaal geen vrienden van elkaar zijn. Dus vrede op aarde. Gotta go now. I'll see you later. Talk to you later, alligator. We'll be right back.
We'll be right back.